Wat willen mensen met een rib? Die willen zorgeloos varen, lekker genieten van mooi weer en veel vrienden mee op mooie tochten. Dus moeten de vaareigenschappen, de ruimte en het comfort goed geregeld zijn. Nou, al die dingen die kloppen heel goed bij deze Grand Golden Line 750. Het is een boot van een merk dat al heel lang op de markt actief is. Ze worden in Europa gemaakt, Italiaans design natuurlijk. En ze zien er echt stoer uit. Je kunt een hele hoop kiezen, tot aan de dikte van de tubes aan toe en de kleuren van de gelcoat erom. Nou, deze is gekozen in zwart. Dat ziet er helemaal extreem stoer uit. En ook met die relingen die gepoedercoat zijn. Nou, dat zijn wel extra's. Je ziet, het dashboard is heel overzichtelijk. Er passen twee grote schermen in voor navigatie en voor alle motorgegevens. Nou, een marifoon, de radio, twee bekerhouders. Nou, hierachter hangt een Mercury 300 pk. Als je langzaam vaart, dan hoor je hem nauwelijks. Ik heb nu een beetje gas als ik hem stationair zet. Nou, moet je echt goed kijken om te horen of hij loopt. De luchtkamers, deze boot heeft er vijf, dat noemen ze ook wel de tubes. Die zijn vaak de Achilleshiel van ribs. Dat komt omdat ze dan niet gemaakt zijn van hypalon, zoals dat hier wel eens gebeurt. En hypalon is een neopreensoort van Orca en is het allerbeste materiaal om je tubes van te maken. De boot is fijn ingedeeld. Zonnedek voorin, hier een mooi bankje waar je kunt zitten. En onder die console is zoveel ruimte dat je er zelfs ook een toilet kunt plaatsen. Dat is een optie. Hier achterin heb je een gezellige rondzit. Die kun je een tafel plaatsen en hier een spoelbakje. Wat ik heel mooi vind is deze skipaal. En dat benadrukt de stoere uitstraling van deze boot. Ja, zwarte boot, zwarte motor, zwarte skipaal, zwarte stuurconsole. Zo zit je lekker beschermd achter deze ruit. Maar meestal als je snel vaart, dan ga je staan. Nou, met deze opklappen, voetensteuntje hier, die bezit is perfect. Stuurwiel is verstelbaar, van zo tot zo. Nou, deze stand die voelt goed aan. Maar het is natuurlijk vooral een boot om lekker mee te varen, de golven te trotseren en de wind door je haren te laten wapperen. Door de breedte is de boot heel stabiel en snijdt als een mes door de golven. En dankzij stuurbekrachtiging kun je veel licht haarscherp sturen. We varen 52 km per uur en die boot die ligt als een huis op het water. Deze Grand 750 Golden Line is heel aantrekkelijk geprijsd. Nou, bij de dealer is deze helemaal compleet verkrijgbaar, maar dan met een 250 pk voor €81.950. En dat is een hele mooie prijs voor zo'n goedvarende, degelijke boot.